zijn hier bij de bouw aan de Carluskade in Vlissingen-Oost. De Carluskade wordt met 800 meter uitgebreid en daarmee wordt het areaal van Noord-Sierpoort ook uitgebreid. Aan de ene zijde van het project hebben we de uitbreiding van Scheepswerf Rijverswaal en aan de andere zijde van het project hebben we de uitbreiding van Bulk Terminal Zeeland. In Noord-Sierpoort wordt er continu op en aan het water gewerkt om de maritieme, ook wel natte infrastructuur te vernieuwen en te onderhouden. Een van de belangrijkste projecten van dit moment is deze Carluskade in het Vlissingse deel van onze haven. Een grote investering van maar liefst 40 miljoen euro. In 2015 zijn we begonnen. In 2024 is alles klaar. Voor onze klanten betekent dit dat we ze eigenlijk beter kunnen gaan bedienen in diepgang en in breedte van de kade. Voor BTZ is dat eigenlijk... ja, in het hele havengebied, denk ik, een mooie aanvulling. Ook op andere plekken in de haven wordt aan de maritieme infrastructuur gewerkt. Het grootste bouwproject is natuurlijk al jaren de Nieuwe Sluis bij Terneuzen. De bouw van de Nieuwe Sluis is gericht op het verminderen van de wachttijden voor de scheepvaart. Een tweede doel is een zekerheid voor de scheepvaart. Als er een storing is, is er altijd een tweede zeesluis beschikbaar. De Nieuwe Sluis is daarbij ook een maatje groter, waardoor op termijn ook grotere en diepliggende schepen de haven van Gent en Terneuzen kunnen bereiken. Inmiddels zijn we al zover dat de betonwerken bijna klaar zijn en gaan we hard op weg naar het installeren van alle technische installaties en de mechanische onderdelen. En dan ligt er binnenkort een sluis voor de komende 100 jaar. Dat is het uitgangspunt van veel infrastructuur in onze haven. Maar een lange levensduur vergt tijdig en vakkundig onderhoud. Zo werd er recent nog gewerkt aan de ruim 20 jaar oude sluis bij Evergem, ten zuidwesten van Gent. Grote maritieme werken zoals de sluizen zijn eigendom van de overheden en worden ook door hen onderhouden. Maar Noord-Sierpoort is ook zelf eigenaar van veel infrastructuur. En dat onderhoudt het havenbedrijf zelf. Enerzijds om de ontwerplevensduur te behalen en waar mogelijk op te rekken. Aan de andere kant is het van belang om de bereikbaarheid richting de klanten te garanderen. Een van de belangrijkste onderhoudstaken van Noord-Sierpoort is de 60 kilometer aan kademuren. Die worden constant geïnspecteerd en in orde gehouden. En dit gebeurt ook met de diepte van onze vaarwegen. Met deze pijlboot meten we de diepte van de haven. Dit is zeer belangrijk, zodat de schepen veilig onze haven binnen kunnen varen. Momenteel varen we in Vlissingen. Vlissingen is een getijdenhaven en dat wil dus eigenlijk zeggen dat die in open verbinding met de Westerschelde staat en dat er dus invloed is van het getij, dus dat deze haven aanslipt. Om deze reden wordt deze haven ongeveer 6 keer per jaar gepeild. In vergelijking niet getijdenhavens, deze worden ongeveer 2 keer per jaar gepeild. Als we op die peilingen zien dat er veel aanslibbing is geweest, moet er gebaggerd worden. En dan maken we ook altijd tussenpeilingen, zodat we de baggerwerken kunnen monitoren. En zo zijn we dus dagelijks actief met het in stand houden van onze infrastructuur. Enerzijds onderhouden, aan de andere kant nieuwbouw. Waarbij we bij nieuwbouwprojecten zo efficiënt mogelijk de bestaande bedrijven invullen. Bij dit project is er ook nog ruimte voor potentiële nieuwe klanten, zodat we de ruimte optimaal benutten.